Welkom bij een nieuwe aflevering van Zeg Nou Zelf, het programma waar we op zoek gaan naar de meningen van inwoners hier in regio De Bilt over actualiteiten die daar spelen. Vandaag gaan we vragen naar de meningen over de hoogbouw die de komende 7 jaar gaat komen om de vergrijzingen op te lossen en eensgezinswoningen bij te bouwen. Hiervoor moet groen wijken. Is daar een goede oplossing voor? Wat vinden de inwoners van De Bilt hier zelf van? Wat vindt u ervan dat er zoveel hoogbouw komt ten koste van het groen? Dat vind ik erg. En waarom vindt u dat zo erg? Nou, omdat we groen zo hard nodig hebben. Je huizen ook eigenlijk, hè? Maar waarom alles zo hoog en zo? Ja, zo compact allemaal. Het is geen dorp meer. Gedeeltelijk heel spijtig natuurlijk, want we wonen niet voor niets hier in een prachtige groene omgeving. Alleen ben ik zelf 35 jaar geleden in woonwijk Te Leijen komen te wonen. Daar is ook wel wat groen aan opgeofferd. Natuurlijk waren we toen ook ontzettend blij met onze woning, waar ik nu nog steeds aan de rand van het bos woon. Dus het is altijd toch wel een afweging van en de woningnood is gewoon heel erg hoog. En ergens moeten we de grond vandaan halen. Nou, voor mij hou ik liever het groen. En waarom houdt u dan liever het groen? Omdat ik hier ben komen wonen om in een groene gemeente te zitten. Anders kan ik net zo goed naar Amsterdam gaan. Nou, niet prettig. Maar ik denk wel dat ze een oplossing kunnen vinden. Want beeld, zolang ik hier woon is het altijd wel groen in de omgeving. Ja, ten koste van groen is altijd jammer. In de omgeving van Bilthoven hebben we natuurlijk veel groen. Dus ik hoop niet dat het ten koste gaat van een hele groene zone. Of dat het alleen maar gaat van snippergroen. Oké, dan kan ik daarmee instemmen. Bent u er bang voor dat het wat doet met het stadsbeeld? Ja, dat denk ik wel. Iedereen, althans zeker de bewoners hier, die willen graag dat het niet al te gek wordt met die hoogbouw. Hè? 3, 4 hoog en daarmee klaar. Ik denk dat het heel jammer is. Ik vind dat Bilthoven al erg aan het verkalen is. Wat zou voor u een goede oplossing zijn dan? Heeft u nu een oplossing op dit moment? Op dit moment is het heel erg moeilijk. En als we aan hoogbouw denken, dan moet je hier niet al te hoog willen. Dan denk ik hooguit aan 3 hoog. Ja, Utrecht groter maken. Oh, dat zou ik niet weten. Dan moet ik wel heel erg nadenken. Nee, dat zou ik niet weten. De conclusie is eigenlijk dat heel veel mensen het jammer vinden dat zoveel groen moet wijken. Maar een echt goede oplossing is er nog niet. Het is gewoon eventjes aanzien wat de komende 7 jaar gaat gebeuren en wat voor oplossing er komt.